Gedacht gewoon wat er jou gezegd werd te denken.
En dat verandert. Dus dat... Nu, Luther hebben we ook kort besproken. En waarom was die zo belangrijk in de reformatie? Wat heeft die gedaan? Ja? Die 95 stellingen opgesteld. Ja. En wat deed hij met die 95 stellingen? Hij is aan de mensen gekomen en was eigenlijk tegen de tegen principes ook aan. Ja, hij gaf kritiek op de kerk. En uiteindelijk, hij probeerde wel de kerk te hervormen, maar dat is niet gelukt en dat heeft geleid tot een breuk binnen de kerk. En dan helemaal op het einde hebben we het nog gehad over de verschillende stromingen die dan is. En dat is een beetje de oorzaak van de reformatie hebben we gesproken. Luther, omdat zijn stellingen, dat was het begin, of officieel het begin, hij was niet de eerste, hè, maar in de geschiedenis is dat altijd zo. Er wordt een punt gezet, maar eigenlijk is dat een evolutie. Hè. Maar dat was een belangrijk moment, wat gezegd wordt, dat het begin van de reformatie was. En dan is er ook. Vandaag gaan we het hebben over de snelle verspreiding van protestantisme. Protestantisme heeft zich heel snel over Europa en vooral over Noord-Europa verspreid. En ook over de gevolgen van het schisma. Hè, dat is een ander woord dat vaak gebruikt wordt voor de verdeling. Het feit dat het christendom vanaf dan in West-Europa in twee delen gesplitst was. Ja, de katholieken en de protestanten. En dat had heel belangrijke gevolgen. En bij die gevolgen, we gaan er bij een aantal stilstaan, maar dan uiteindelijk vooral bij de reactie van de katholieke kerk op de reformatie, dat wordt de contra-reformatie. Dat komt straks op. Nu, er zijn verschillende redenen die de snelle verspreiding van de ideeën van de reformatie kunnen verklaren. Maar er zijn er twee heel belangrijke. Ik heb twee afbeeldingen die je kunnen op weg zetten. Ik weet niet of iemand die linkse afbeelding kent. Hebben jullie gezien, hè? Ik heb die ook zien staan. Ja, ja, ja. Weet nog iemand wat zo'n beetje het idee daarachter was? Ja? Dat was dat door de perfecte lichaam zoals een mens wordt en hoe lang het allemaal in verhouding met elkaar moest zijn. Ja, en tegelijk ook, en er was zo'n Latijnse zin, ik weet niet meer hoe het in het Latijn was, maar het kwam erop neer, de mens is de maat van alles. En jullie hebben het gehad over antropocentrisme, de mens staat centraal, dat is eigenlijk een voorbeeld daarvan. En dat sluit aan bij de tijdsgeest van toen. Wat we daarnet ook al gezegd hebben als een van de oorzaken, namelijk het kritisch denken, dat is tegelijk ook een reden waarom de reformatie zo snel zich heeft kunnen verspreiden, omdat het aansloot bij wat mensen begonnen denken. In de middeleeuwen waren er ook al mensen geweest die niet akkoord waren met de kerk, maar die zeiden dat en die werden vergeten bij wijze van spreken. Maar bij deze tijd sloot dat veel beter aan, met als gevolg, hè, dat veel meer mensen het ermee eens waren. De tekening daar rechts van, heeft iemand een idee wat je daar ziet? En dat is eigenlijk iets dat heel essentieel geweest is in de verspreiding. Het is ook in het filmfragmentje dat we gisteren gezien hebben, is dat ook kort naar voren gekomen. Op een gegeven moment was er iemand die stellingen van Luther aan de kerkdeur eraf haalde. En iemand anders zei van, ja, maar wat doet je nu? Luther wou dat iedereen dat kon lezen en hij zegt, ja, iedereen zal het lezen. En wat doet hij er dan mee, weet iemand dat? Ja? Ja. Dat was iets nieuws dat nog niet zo lang bestond, de boekdrukkunst. En door de boekdrukkunst zijn de ideeën van de reformatie zijn die veel sneller verspreid kunnen raken. Want vroeger, ja, daarvoor moest je alles met de hand overschrijven. Dat duurde lang en wie deed dat? Priesters en monniken, ja, die gingen dit soort dingen natuurlijk niet kopiëren. Maar door de boekdrukkunst, zowel de ideeën van Luther en anderen, maar ook de Bijbelvertalingen die ze maken, konden veel breder verspreid geraken. Er zijn nog een aantal andere dingen.
die bijdragen en die daar een beetje mee te maken hebben. Ik heb een beetje geschreven. Wat zeg je? Van jou dat de haan niet staat. Ik denk het wel. Ja. Ik heb hier ook geschreven sociale verandering. Je had in de steden steeds meer mensen die konden lezen. Dat had natuurlijk ook te maken met die boekdrukken. Dat was heel belangrijk. Want natuurlijk, je kan boeken drukken zoveel als je wilt, als niemand het kan lezen, zoals in de middeleeuwen het geval was, dan gaan de ideeën ook niet verspreid geraken. Maar dat was dus anders in de 16e eeuw. En natuurlijk, de mensen die konden lezen, die konden meestal niet in het Latijn lezen. We hebben het gisteren daar ook over gehad, over de Bijbel, die dan vertaald werd. Dat was ook zo met de geschriften, boeken, pamfletten die de mensen van de Reformatie schreven. Zij schreven die in de volkstaal. En dat was een groot verschil met de humanisten. Ja, je herinnert je misschien nog dat de humanisten, dat die ook kritiek hadden op de kerk. Eigenlijk een beetje dezelfde kritiek. Maar de kerk heeft daar nooit zo heftig op gereageerd. En dat had er vooral mee te maken dat zij dat in het Latijn deden en met elkaar schreven. Daar lag niemand van wakker. Want niemand las dat van de gewone mensen. Want terwijl nu komt dat in de volkstaal. Veel meer mensen horen daarvan. Veel meer mensen beginnen zich vragen te stellen. En dat wordt een gevaar voor de kerk. En daarom reageren ze daar ook op, omdat het sneller verspreidt. Ja? Dus dat is een beetje over de verspreiding. Nu, de Reformatie had ook belangrijke gevolgen. Dat is een heel belangrijk scharnierpunt geweest in de 16e eeuw. En het was opmerkelijk, zoals ik daarnet al zei, in de middeleeuwen had je ook wel mensen die op een andere manier daarover dachten, over het geloof, maar die niet zo snel verspreid waren geraakt. Maar zo net hebben we gezien hoe dat kwam, dat nu anders was. Nu, de gevolgen van de Reformatie, heeft iemand een idee wat dat zou kunnen zijn? Wat heeft dat teweeg gebracht? Dus zo is zelf nagedacht. Ik heb verschillende mensen, je moet je voorstellen, in die tijd, godsdienst, dat was niks zoals nu. Nu is dat iets waar dat je mee bezig bent of niet mee bezig bent, dat hangt van jezelf af. En dat is iets voor de privé. Toen was dat een heel groot onderdeel van het dagelijks leven. En het was heel belangrijk wat je geloofde. En je hebt verschillende mensen met verschillende ideeën. En die komen tegenover elkaar te staan. En wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben, denk ik. Niemand? Denk eens na. Er is iets dat voor jou heel belangrijk is en iemand anders vindt iets helemaal tegenovergesteld. En je komt daarmee in contact. Wat kan er dan gebeuren? Weet maar. Je zou ruzie kunnen maken. En dat is wat er gebeurd is op heel grote schaal. En er zijn oorlogen gekomen, er zijn vervolgingen gekomen, zowel van katholieken die protestanten vervolgden, maar ook andersom. En zelfs, ik heb het gehad over die kleine stromingen gisteren, zelfs protestanten die andere protestanten begonnen vervolgen. Dat zijn die, dat is hier punt 2, godsdienstoorlogen en de vervolgingen. En die zijn er gekomen omdat het christendom in West-Europa versnipperd is. Voor het eerst, dat was iets totaal onbekend. Tot dan toe had je katholieken en dat was het. Je hebt heel wat migraties gehad ook, mensen die verhuizen van de ene plaats naar de andere plaats, omwille van dat geloof. He, iemand die in een regio woonde waar vooral protestanten waren, maar hij was zelf katholiek, die ging misschien wel verhuizen. Er zijn ook mensen geweest die vervolgd werden, die zijn naar de nieuwe werelden die toen ontdekt werden, verhuisd zijn, onder andere Amerika.
En die daar een heel belangrijke invloed hebben gehad op de kolonie. Dat in de Verenigde Staten vandaag nog altijd heel belangrijk, het protestantisme en die manier van denken, dat heeft daar ook mee te maken. En een vierde belangrijk gevolg, en daar gaan we zo dadelijk meer bij stilstaan, was de contra-reformatie. En de contra-reformatie is eigenlijk de reactie van de katholieke kerk op de reformatie. De katholieke kerk, ze noemen dat ook wel de katholieke reformatie, maar wou eigenlijk, ze zagen van, oh, bij wijze van spreken, de kerk begint hier leeg te lopen, we moeten iets doen. En daar gaan we nu een beetje meer bij stilstaan. Ah, ik heb eerst nog, juist, het was bijna vergeten, een aantal prenten die ook aantonen. Dit is een prent van in die tijd wat er hier in de Nederlanden gebeurd is. Want onder andere hier heb je heel grote godsdienstoorlogen en vervolgingen gehad. En dit is een afbeelding van de beeldenstorm. Ik weet niet, gisteren hebben we het daar niet zo expliciet over gehad, maar het vereren van heiligen, iets wat typisch was in de middeleeuwen, dat kon voor de protestanten ook niet. Want heiligen, dat is een soort afgod. Die staan niet in de Bijbel, hè, want die zijn pas later gekomen. En ze zijn rondgetrokken in de kerken, zijn de beelden van de heiligen beginnen omtrekken en kapot slaan. Glasramen met afbeeldingen op die kapot gegooid zijn. En als je vandaag de dag nog in kerken komt, zie je vaak heel grote ramen, maar waar eigenlijk redelijk normale glas in zit. Waar helemaal niet zo die speciale glasramen met afbeeldingen. En dat heeft ermee te maken dat die toen vernield geweest zijn. En er zijn ook, ik denk in Nederland is er ergens een kerk waar alle gezichten van alle beelden afgekapt zijn. Omdat dat werd gezien als een, door de protestanten als een soort afgodenvereniging. Hier heb je ook een protestantse vrouw, dat is ook naar iets, een tekening van iets dat echt gebeurd is. Die dat is ook in de Nederlanden. Die werd verketterd, dat was een ketter, omdat zij protestantse ideeën had. Ze is ter dood veroordeeld en ze hebben eerst haar mond vol met buskruid gestopt en dan op de brandstapel gegooid. Dus, om maar aan te geven, dat is heel, die gevolgen waren heel zwaar voor heel veel mensen. En ik denk dat dit de laatste is. Hier zie je een hele grote vloot. We hebben het gehad over Engeland, dat ook protestants geworden was. En de koning van Spanje, die zeer katholiek was, die heeft de grootste oorlogsvloot ooit op de been gebracht om Engeland te gaan binnenvallen, om Engeland terug bij het katholicisme te brengen. Nu die vloot is uitgevaren en die is eigenlijk verwoest, grotendeels door een storm en daarna door aanvallen van protestantse schepen. Maar wat heel belangrijk is, vandaag de dag, als zoiets zou gebeuren, iedereen, of de protestanten zouden waarschijnlijk proberen om vooral te benadrukken wat zij gedaan hebben in het verslagen van die vloot, maar dat gebeurde niet. Ze legden heel erg de nadruk op die storm. De protestanten zelf zeiden, die Spaanse vloot is eigenlijk vernietigd door de storm. Heeft iemand een idee waarom dat ze dat zouden doen? Waarom dat ze hun eigen aandeel minimaliseren en die storm als heel belangrijk naar boven stellen? Ja? Omdat God daar geen zacht achter zit. Ja. En daar zie je ook hoe dat echt speelde. Dat was echt iets wat in die tijd zeer doorslaggevend was. Goed, de contra-reformatie, had ik al gezegd, was de reactie van de katholieke kerk op de reformatie. En er was een concilie, het concilie van Trent. We hebben daar een tijd voor genomen. Je ziet dat we na 20 jaar, dat we de tijd genomen hebben om te bespreken hoe gaan we reageren. Weet iemand wat een concilie is? Nee? Binnen de kerk heb je doorheen de geschiedenis concilies gehad. Dat is een moment waarop alle belangrijke mensen in de kerk, de paus, kardinalen, die worden allemaal bij elkaar geroepen om te discussiëren over bepaalde problemen die zich stellen. En je ziet hier, dat is een afbeelding van het concilie van Trent. Het concilie had twee doelen. En in je boek
staat op bladzijde 65 en op document 63, de concilie van Trento. Lees dat eens. En dan gaan we de vraag proberen oplossen. Welke twee doelen had het concilie? Ik ga het van daaronder ook invullen. Okay, let's go back.
misschien bijvoorbeeld een input van volgende week. Ja. Als je die ook eens hoort, dan heb ik al een idee. Ja, dat is goed. Dat kan dan moet niet veel zijn. Waren er veel die dat niet zo nauw namen.
Voor de tweede vraag, de kritiek op de aflater gekozen, wat was de reactie daarop? Ah, wel, de hervorming van, ik had het nog gezegd, de hervorming van de kerkelijke structuur. Dat is bij het eerste. Ja. Bij het eerste van het kopjes, hè? Nee, nee, de eerste van de drie die we gingen oplossen. Dus ik ben begonnen met te zeggen, er was een kritiek op de wantoestand van de lage kleren, zoals wat je hier ziet staan. Ja. En de reactie van de kerk daarop was de hervorming van de kerkelijke structuur. Ja? De hervorming. En wat betekent dat? Dan mag je er ook nog bij schrijven. Priesters moesten beter opgeleid worden. Het centraal gezag werd versterkt. En dat betekent het gezag van de paus staat helemaal bovenaan. En de bisschoppen staan daaronder en die moeten heel goed luisteren naar wat hij zegt. En zo ga je trapje naar beneden totdat je bij de priesters in de kerk komt. Dus, en de structuur wordt versterkt daardoor. En ze moesten het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door celibatair te leven. Ja? Zijn die dingen dat wij gezegd hebben ook allemaal goed, want dat zijn jammer gewoon. Wat jij zei. Er zijn alle voorbeelden die dat tonen. Hè? Dat was een heel goed antwoord. Dat is een antwoord geven, maar dat doet zoals wij hebben. Ja, maar het is belangrijk dat je eigenlijk ook probeert, wat is eigenlijk het algemene achter al die voorbeelden? En dat is dat die structuur binnen de kerk versterkt wordt. Maar ik heb het al gezegd, ik ga ook nog alle antwoorden bij onderaan op de PowerPoint zetten, dat jullie die ook nog hebben. Je denkt nu wel van, oh ja, die kan ik nu achter de woorden zetten. Probeer het op te schrijven en dan moet je die op ik weet niet hoeveel verschillende plaatsen gaan zoeken. De kritiek op de aflaten gekocht, daar waren we mee gekomen. Iemand van jullie wie? Ze blijven bestaan aan de wereld, dat ze met Lucia moet doen. Ja? En er was nog iets. Je zegt ze blijven bestaande aflaten. En wie als nutteloos bestempeld wordt veroordeeld. Maar er is toch iets speciaals wat ze ermee doen nog. Het laatste zinnetje in document 66. Misschien kan jij dat eens lezen. Zo bepaalt de kerk dat alle handel in aflating volledig afgeschaft moet worden. Dus eigenlijk zeggen ze daarmee, ze blijven bestaan. De kerk kan nog altijd die aflaten verlenen. Dus de kerk kan nog altijd zeggen, je zonden zijn vergeven. Maar ze mogen niet meer verkocht worden. Dus je mag dat niet meer doen voor geld. Hoe kon je dat, wat kon je dan wel doen? Bijvoorbeeld. Ik kon een priester zeggen, om je zonden te vergeven moet je op bedevaart gaan naar, weet ik waar. Dat mocht niet meer verkocht worden. Want dat was ook eigenlijk hetgeen waar het meeste kritiek op kwam. En dus eigenlijk kan je zeggen als antwoord, de aflaten mochten niet meer verkocht worden, maar mochten wel nog verleend worden. En de laatste, het afkeuren van de heilige vereniging. Wat hadden jullie daarbij gevonden? Wij hadden weer dat we de kerk niet verbinden, want we deden het ook. Ah, dus het geloof in de heiligen blijft gewoon verder bestaan. Ja. Ja, want dat was ook iets wat de protestanten hadden afgeschaft. Algemeen kan je zeggen. Algemeen kan je zeggen dat het concilie een aantal belangrijke dingen in de leer van de kerk vastlegt. Zo zeggen ze, het woord van God is wat in de Bijbel staat. Dat is wat de protestanten ook zeiden. Maar daarnaast openbaart het woord van God zich ook in de tradities van de kerk. Dus in heilige vereringen,
In dingen die de paus zegt, hè, want de paus is binnen de kerk is officieel onfeilbaar, die kan geen fouten maken. En ook in die rituelen, in aanbidding van reliquieën en dat soort dingen, daar openbaar het woord van God zich ook in. En dus daar maken we duidelijk een onderscheid met de protestanten. Daarnaast zei de kerk ook nog dat de kerk het exclusieve recht had om de Bijbel te interpreteren. Daarmee gaan ze in tegen het idee, je moet zelf de Bijbel lezen en zelf kritisch nadenken wat staat daar in. De katholieke kerk zegt, nee, dat klopt niet. Wij zeggen wat het betekent. En gisteren hebben we het gehad over die verschillende stromingen binnen het protestantisme, als gevolg van het feit dat verschillende mensen andere interpretaties hebben. Hierdoor gebeurt dat niet in de katholieke kerk. Het is de paus die bepaalt, misschien een overleg, maar uiteindelijk, er is één visie en dat is wat de mensen van de katholieke kerk dienen te geloven. We gaan een catechismus opstellen, weet iemand wat dat is? Ik ken dat nog van mijn moeder. Hè? Dat is meegegaan tot in de tijd van, ja, nog niet zo lang geleden, hè? Als je, voor jullie wel lang geleden natuurlijk, maar als je het in dit licht ziet, nog niet zo lang geleden, dat is eigenlijk een boekje waarin vragen staan met het juiste antwoord. Hè. Ik ben eigenlijk op website tegenwoordig, heb ik ook altijd frequently asked questions, dat is zoiets, maar dan van de kerk. Waar eigenlijk aan de hand van heel concrete stellingen dingen worden uitgelegd. En het waren eigenlijk de protestanten die begonnen waren met zo'n dingen op te stellen, maar de kerk gaat dat nu ook doen, om ook hun leer, hun versie van het geloof heel duidelijk naar voren te brengen. En dat kon vooral priesters helpen bij de vragen die zij kregen van de mensen. Daarnaast zegt de kerk ook, Latijn blijft de taal in de mis. Dat heeft er ook mee te maken met, ja, als je het in het Latijn doet, dan hebben ze wel een priester nodig om het te vertalen. En ook de paus als officiële eerste in rang, totale gehoorzaamheid aan de paus wordt ook nog niet bevestigd. Daarnaast beslist het concilie dat aflaten niet langer verkocht mogen worden, dat hebben jullie ook gezegd. De kerkelijke organisatie wordt versterkt en de hiërarchie, dat heeft vooral mee te maken dat hoe sterker die hiërarchie is, hoe beter dat de paus natuurlijk kon beslissen waar de kerk naartoe ging. En hoe beter dat ze kon controleren of iedereen werkelijk deed wat van hem verwacht wordt. En dan werd het belangrijk gesteld dat de leer ook gepredikt wordt. Dat je naar de mensen gaat, dat je uitlegt wat de katholieke kerk vertelt, waar zij voor staan. En dat je ook het goede voorbeeld geeft. Er waren nog een aantal bijkomende strategieën die later ontstaan zijn, die eigenlijk de contra-reformatie versterkten. Je had onder andere, dat kan je lezen ook in document 68, ik ga het nu gewoon vertellen, je had de index van verboden boeken. Die heeft bestaan, ik denk ook ergens tot in de jaren 60. Dat was een lijst met boeken, of een lijst met passages uit boeken die je als katholiek niet mocht lezen. Ja, het is een soort censuur. Dat bestaat vandaag de dag ook nog op bepaalde plaatsen. Ik las pas nog iets in de krant. Van in China blijkbaar had Poetin, was hij iets te vriendelijk geweest tegen de vrouw van de president, en de Chinezen ook. Ik denk, een paar uur nadat dat gebeurd was, was dat in China van alle websites, alle foto's, hij had daar een teken gegeven of zo, ik had het wel iets te vriendelijk naar hem zin. En daar is in China niks meer over te doen. Dat is ook een beetje een soort censuur die je daarmee kan vergelijken. Het onderwijs, we hebben dat daarnet al gezegd, werd als belangrijk naar voren geschoven, die prediking. En er ontstaan een aantal nieuwe ordes, kloosterordes, die daar heel speciaal mee bezig zijn. Met het onderwijs, met het prediken en bekeren. En een voorbeeld, een heel belangrijk voorbeeld, is de Jezuïeten. Je hebt tot op de dag van vandaag
heel bekende colleges, ook in België, dat vaak jezuïte colleges zijn. En die jezuïten waren ook belangrijk omdat andere kloosterordes hangen af van een bisschop. Maar die jezuïten hadden geen bisschop, die hingen niet af van de bisschop op de plaats waar ze wonen. Maar die hingen en nog steeds hangen die rechtstreeks van de paus. Dus die moeten eigenlijk alleen maar naar de paus luisteren. En in de eeuwen die volgen, worden zij dan ook zo'n soort stoottroepen van de paus. Als er echt iets moet gebeuren, dan zijn de jezuïten die dat in eerste instantie voor elkaar proberen te krijgen. En dan nog een laatste strategie die ingezet werd. Daar heb ik begrepen, tweede trimester nog over gegaan, is de barok in de kunst. Dat is ook iets wat je in dat fragment gisteren zag, in die film. Hoe dat de kerk, dat mensen konden niet lezen, maar hoe dat ze probeerden door schilderijen, door die rollen die ze daar naar beneden lieten, hoe ze probeerden de mensen een duidelijk beeld van iets te geven. En de barok gaat ontwikkeld worden als een kunstvorm die heel overweldigend is. En de kerk probeert zich eigenlijk daarmee extra terug op de kaart te zetten, door de mensen te imponeren en door typisch aan de barok is dat heel realistisch is. En tegelijk ook, ik heb een aantal voorbeelden, dat er heel veel nadruk ligt op het lijden van Christus. En dat had ermee te maken dat ze zeiden, kijk, ik weet dat in jullie leven misschien niet zo fijn is, maar ook Christus heeft geleden. Maar nadien ga je verlost worden, hè. Door je lijden ga je verlost worden. Dat is een schilderij van Rubens. Rubens was een van de belangrijkste barokschilders. Dat hangt in de kathedraal van Antwerpen. Een heel groot schilderij. En je ziet daar ook, dat is heel realistisch om te beginnen en tegelijk ook heel dramatisch. Dat is typisch aan de kunstvorm. Nu, als besluit kan je zeggen dat de contra-reformatie duidelijkheid schept. En ze bevestigt en versterkt tegelijk ook de verschillen. Daarvoor, het was zo'n periode, er was een reactie van, er was kritiek van de reformatie, maar wat moesten de mensen daar nu mee aan? Doordat de kerk heel duidelijk zegt, wij volgen niet wat de protestanten zeggen, wij hebben onze eigen leer, wordt het eigenlijk duidelijker voor mensen. Daardoor is de breuk tussen het protestantisme en het katholicisme definitief. En kan er ook een soort godsdienstvrede komen, waarin beslist wordt, de vorst van een bepaald gebied kan beslissen welke godsdienst er in dat gebied is. Nu, die vrede was relatief. Dat was binnen die gebieden de bedoeling dat daar dan de vrede heerste. Maar je had nog altijd tussen die gebieden dan uiteindelijk oorlog. Bepaalde vorsten waren protestants geworden. Ik heb daar net het voorbeeld gegeven van die Spaanse vloot die naar Engeland ging. Dat was na die godsdienstvrede. Maar binnen Engeland was het eigenlijk, ja, je bent protestant, of ook bijvoorbeeld uiteindelijk in de noordelijke Nederlanden, wat in Nederland geworden is, daar waren mensen protestant. In de zuidelijke Nederlanden, het huidige België, waren mensen katholiek. En protestanten die hier woonden, die verhuisden naar Ginder en omgekeerd. Dus daardoor kwam er toch wel een beetje iets meer rust. En uiteindelijk ontstaan er vier grote confessies. Een confessie is een van de vier belangrijke stromingen. Katholicisme, Lutheranisme, Calvinisme, waar we vorige week, gisteren, ook gehad hebben, en Anglicanisme. Dus je krijgt eigenlijk binnen Europa, ga je van voor de Reformatie één christendom, iedereen was katholiek, naar vier verschillende stromingen. En confessie, dat komt van, ik weet niet juist welk Latijns woord, maar dat betekent je ergens toe bekennen. En zeggen van, ik hoor daarbij. En dat was wat de mensen dan nog deden. En zij bekenden zich tot een bepaalde strekking. Daar is ook nog een opdracht 21, daar wordt dat eigenlijk gevraagd. Het Lutheranisme was een van de vier belangrijke religieuze strekkingen of confessies. Haal de drie andere uit document 70. Je kan dan iets lezen natuurlijk. Maar uiteindelijk komt het erop neer, de katholieken en de
beetje de geschiedenis van de reformatie en de contra-reformatie. Ik wil hier nog heel kort even de afsluiting plaatsen in de tijd. De 16e eeuw was eigenlijk een tijd van heel grote veranderingen. We hebben het gehad over reformatie en contra-reformatie met die verschillende onderdelen. Dat was op religieus vlak, de verandering in de 16e eeuw. De verandering op wetenschappelijk vlak hebben jullie met mevrouw Lotz besproken met het humanisme. En volgende les komt de renaissance naar voren. En dat is eigenlijk een hele nieuwe benadering van de kunst, die ook in die tijd plaatsvond. En zoals dat je gezien hebt, er was een belangrijk verband tussen het humanisme en de religieuze verandering. Op dezelfde manier ga je verbanden krijgen met de kunst. Op de geest van die tijd, waar je probeert kritisch te denken, waar je probeert terug te gaan naar de oudheid, dat is ook in de renaissance belangrijk. Bereid zeker voor.